Er zijn veel fouten die gewone investeerders blijven maken. Deze fouten hinderen hun progressie en vaak realiseren zij zich niet wat voor invloed het heeft op het portfolio voor de lange termijn. Het is goed om te weten dat de groei van jouw vermogen voornamelijk moet komen uit je investeringen en dus niet uit het sparen van je salaris. Is het dan niet verstandig om je van tevoren goed in te lezen? Ja, zeker wel. Een groot deel van deze fouten kan voorkomen worden door wat algemene kennis over investeren op te doen. Vandaag in Alles Over Geld vertel ik je de drie grootste fouten die gewone investeerders maken. Als je geïnteresseerd bent in dit soort content, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. 3. Handelen op basis van emoties. Als je al bent begonnen met investeren, ken je dit gevoel waarschijnlijk wel. Een vriend heeft de afgelopen maand 300% winst gemaakt met een cryptocoin. Van binnen begint er iets te knagen dat jij die coin ook moet aankopen, omdat je bang bent de boot te missen. Je krijgt last van fear of missing out, ook wel FOMO. Maar de kans dat deze coin weer zo'n groei doormaakt is op de korte termijn een stuk kleiner dan dat die corrigeert. Wanneer je naar je emoties luistert en deze coin aankoopt, dropt de koers. Nu krijg je het gevoel dat de kans verkeken is en dat je je geld veilig moet stellen. Je casht uit met een verlies en na verloop van tijd stijgt de koers weer. Handel op basis van emoties zal dus voor zorgen dat je koopt wanneer de prijs omhoog gaat en verkoopt wanneer de prijs omlaag gaat. Terwijl dit een garantie voor verlies is. Houd je emoties onder controle en handel altijd op basis van regels. Kopen doe je als de prijs naar beneden gaat en verkopen doe je als de prijs omhoog gaat. 2. Probeer niet van de markt te winnen. Investeren is vaak een kwestie van risk versus reward. Risicovolle investeringen kunnen een hoge winst opleveren, maar de kans dat je geld weg is ook erg groot. Houd het simpel voor jezelf. Probeer niet de nieuwe Warren Buffett of Charlie Munger te worden als je ook niet de tijd hiervoor wil opofferen. Door te investeren in bijvoorbeeld penny stocks of een altcoin zonder dat deze ook nog maar iets heeft gepasseerd, voelt meer aan als gokken. Voor de lange termijn is dit geen betrouwbare strategie en de meeste investeerders zullen op deze manier falen. Het is een stuk betrouwbaarder om je geld te investeren in grote indexfondsen zoals de S&P 500 of een bepaalde ETF. Dit zijn mandjes waar verschillende aandelen van grote bedrijven in zitten. Hierbij heb je een gespreid risico en zal je geld niet in één klap verdwijnen. En dan de laatste, nummer 1, ongeduldig zijn. Over het algemeen lopen de financiële markten in een cyclus. Iets wat omhoog is gegaan zal corrigeren naar beneden. En iets dat naar beneden is gegaan zal de kracht weer vinden om omhoog te gaan. Verwacht niet dat je portfolio vanaf de dag dat je bent begonnen constant groene cijfers laat zien. Vandaag de dag zitten we in een duidelijke beermarkt. Als je hier meer over wil weten, check dan even het vorige filmpje op mijn kanaal over beermarkten en boelmarkten. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je portfolio een aantal maanden of misschien zelfs een jaar onder water staat. Dit zijn de periodes om je positie te vergroten en niet om je positie uit angst te verkopen. Investeren is voor de lange termijn en snel geld zal altijd verliezen van een lange termijnplan. Bedankt voor het kijken van deze video van Alles Over Geld. Heb je hier nou wat van opgestoken en vind je deze content interessant? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en laat ook zeker even een like achter.